Wij zijn natuurlijk gewoon waar de doelgroep ook is, op YouTube. We hebben gemerkt dat dat echt een mega hit is. Waarbij we ook een x-aantal series hebben gemaakt met influencers. Onze YouTube-content maken we echt voor de doelgroep 18-35. Veel meer inzet ook op YouTube Shorts. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering in de 7D-TV-serie The Future of YouTube, die ik maak met onze vrienden van Team 5PM. Mijn gast in deze video, dat is Boyd van Schaik van Transavia. Boyd, hartelijk welkom. Hoi. Want jij werkt bij Transavia als content specialist, hè? Yes. Wat doet een content specialist? Ik ben content specialist binnen Team Brand Campaigns. En waar wij verantwoordelijk zijn als team, zijn verantwoordelijk voor de externe doorvertaling van ons merk. Yeah. Richting consumenten, passagiers en partners. En ik ben content specialist en dan verantwoordelijk voor onze owned content. Dus oké, okay, je eigen content. Hey, en waar staat het merk Transavia voor dan? Ken je ook al uit je hoofd? Ja, wij zijn voor een goede reis en vliegen toegankelijk houden. Het is vooral meer, je kan ons niet vergelijken met een andere airline. Je hebt KLM zit natuurlijk wat meer in het hoger segment. Ja. En we zijn niet een prijsvechter zoals een EasyJet of Ryanair dat is. Nee, oké, okay. Je zit daar een beetje tussenin. Een hele, denk ik wel, een sterke positionering. Waarbij je gewoon betaalt voor de service die je krijgt. En dat met een vriendelijk oogpunt eigenlijk. Ja. We kunnen een half uur gaan praten over de vliegbranche en wat er allemaal speelt. En wat jouw visie erop ander is. Gesprek. ander gesprek. Ja. We gaan het hebben over die content. Je noemde net dat team, hoe noemde je dat team? Team Brand Campaigns, merkcampagnes. Ja. En is dat weer onderdeel van, want dat vind ik altijd wel interessant om even de organisatie te schetsen van hoe jullie content maken. Is dat weer onderdeel van een andere unit, zijn de marketing? Of? We hebben bij Transavia werken met verschillende domeinen en dit is eigenlijk het commerciële domein waar wij in zitten. Dus naast het commerciële domein, binnen het commerciële domein heb je Team Brand Campaigns, je hebt maar ook een acquisitieteam wat zich heel erg focust op sales. Je hebt Revenue Management die bezig is met de pricing van de tickets. Je hebt een teampartner wat verantwoordelijk is voor onze deals bijvoorbeeld met Sunweb en Corendon. Maar interessant is, je zit niet onder de marketingtak dan? Binnen Team Brand Campaigns, of binnen het commerciële domein heb je twee marketingteams. En dat is Team Brand Campaigns en Team Acquisition. En hoe groot is je team? Wij zijn met 5 vaste werknemers. Oké, okay. Is dat genoeg? Mag altijd meer. Ja? Nee, zeker. Ik denk dat we een heel ambitieus team zijn. We willen altijd heel graag nog meer dingen kunnen doen. Maar het houdt ons ook wel met beide benen op de grond. En het zorgt ervoor dat we scherpe keuzes moeten maken in wat we wel en niet oppakken. Ja, hoe bepaal je die keuzes dan? Wij werken met Scrum, we werken dus heel erg agile, heel erg marketingterm ook weer natuurlijk. Waar we gewoon heel erg kijken van, oké, wat is de waarde van onze werkzaamheden van een project? Yeah. Dat scoren we, past dat dan binnen de uren of de werkdagen dat we er zijn als team? Yeah. En we werken gewoon wel heel veel met marketingbureaus. Dus okay. Met 5PM werken we dan bijvoorbeeld met als YouTube advertising en ze zijn er nog is er nog wel een groot palet aan bureaus. Oh ja, een groot palet aan bureaus echt? Ja, ja. Dat is ook een keuze, hè? Er zijn ook bedrijven en merken die zeggen, we halen heel veel in huis. Ja, en, sommige dingen doen we wel echt heel erg intern. We werken bijvoorbeeld ook heel veel samen met Transavia Studios. Dat zie je natuurlijk wel vaker nu bij wat grotere merken die echt een in-house productietak hebben. Dus zij, als we natuurlijk straks over onze content gaan hebben, zij maken ook daadwerkelijk alle content. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de flyer die je bijvoorbeeld bij ons aan boord ziet of de wegbewijzering op bij ons op kantoor. Van alles en nog wat, dat doen zij. Oké. Okay. Als we het hebben over de content in jouw hoek, zeg maar even, wat geven ze even het palet aan, geven een overzicht. Wat maken jullie allemaal? En voor wie? En waarom? Als we het echt voor YouTube content hebben, dan maken we echt ook weer een heel breed palet aan content. We maken reisprogramma's, zoals een format dat heet de 72 uur in. Dat is nu vervangen door Travel Guide. Echt gewoon een reisprogramma, zoals je dat ook van een luchtvaartmaatschappij kan verwachten. Mm-hmm. Daarnaast maken we met heel veel van ons personeel de vliegvlogs. We hebben gemerkt dat dat echt een mega hit is, waarbij als we ons cabinepersoneel als het ware een vlogcamera mee laten geven en hen gewoon een werkweek laten vloggen. Dan komen er hele leuke dingen aan bod. Ja, ik zag het. Hoe gevoelig ligt dat trouwens, kan ik me voorstellen. Want het heeft natuurlijk ook te maken met wat kun je wel en niet laten zien. Veiligheid. Ja. Ik zat er naar te kijken. Het zag er best wel spontaan uit, moet ik zeggen. Ja. Ik heb er een paar gezien. Het overviel me hoe leuk ik het vond. Om wat goed. Of vlekje, fijn. Heb ik hem bijna uitgekeken. Ja. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Daar hebben we intern een heel proces voor opgericht. We merken dat eigenlijk zouden we nog veel meer willen laten zien. Maar je komt natuurlijk heel vaak met regelgeving aan bod. Ja. Wat
mag je wel en wat niet laten zien. En dat heeft altijd te maken met safety. Dus meer, ja, Het is gewoon niet zo handig als je iemand laat vloggen en je drukt de code van de cockpitdeur in. Weet je, dat zijn dingen die we absoluut vermijden. Ja. Maar daar hebben we gewoon een heel duidelijk feedbackproces voor ingericht. Waarbij we iemand van cabine aanhaken. Dat noemen we zo dienstcabine, als het ware. Dat zijn echt binnen dienstcabine vallen eigenlijk alle valt al het cabinepersoneel van ons. Dus dat zijn de pursers, de cabin attendants. Maar daar heb je ook kantoorpersoneel die is meer meekijken naar regelgeving binnen voor dienst. En er wordt ook heel veel. Ik kan me voorstellen dat ook elke vlog waanzinnig gereviewd wordt achteraf. Dus dat degene die de vlog maakt redelijke vrijheid heeft om dingen te doen, maar dat daarna enorm. Ja, nou, we hebben wel dat is ook heel interessant een social safety card gemaakt, waarbij we heel erg afgaan van oké, jij spreekt, wees je bewust van dat je voor Transavia spreekt, dus ook inderdaad in het kader van wat je wel niet mag zeggen, wat je wel niet laat zien. En met een aantal regels waarin we dus inderdaad ook aangeven dat safety altijd voorop staat. Ja. En ze vloggen natuurlijk tijdens het werk, maar het werk gaat voorop. Dus ik als contentmaker wil natuurlijk, maak je content maar er moet ook gewerkt worden. Precies. Hey, dus je hebt over best, zeg maar, reisprogramma-achtige, je hebt vlogs, want jullie hebben, dat is best wel, jullie zijn wel goed, nou is YouTube zit op, wat is het, 62.500 volgers nu zo'n beetje. We hebben Insta, zo meneer, misschien nog even, ook leuk om iets breder te kijken, bijna een ton. TikTok, super vaag, maar dat zullen we zo nemen even behandelen. Maar even terug naar YouTube, je hebt de reisprogramma's, je hebt de vlogs, wat kan ik er nog meer vinden? Ook gewoon, ik zie er ook gewoon spotjes, hè, die gewoon dik aanbejaagd zijn. De reclamevideo's die uploaden we ook, wat hebben we nog meer? We hebben People of Transavia, dat is ons documentaire format, echt een paradepaardje waarin we eigenlijk de mensen achter het uniform heel erg willen uitlichten. Dus bij Transavia belicht het heel erg vanuit uit de persoon. Daar staat ons merk ook voor. Het menselijke aspect. En we gaan dus heel erg op zoek naar verhalen die spelen binnen onze branche, maar ook bij de mensen zelf. Ze hebben bijvoorbeeld laatst nog een docu gemaakt over Jeroen. Jeroen werkt eerst bij Defensie. Heeft tijdens zijn uitzending in Afghanistan heeft hij een incident gehad, waarbij hij, moet ik het goed zeggen, zijn enkel verbrijzeld hebt, volgens mij. Uiteindelijk is hij bij Transavia komen werken. En we zijn route eigenlijk ook, waarbij hij bijvoorbeeld de Invictus Games heeft meegedaan. Ja. Weet je, een heel mooi verhaal over de mens achter. De mens achter. Want hij is inderdaad nu steward. Nee, hij werkt nu bij ons op kantoor. Ah, oké. Dus dat is niet alleen cabinepersoneel. Nee, precies. Echt alle mensen bij Transavia komen aan boord. Dus En hoe beslissen jullie wat jullie maken? In de zin van, bij Agile en Scrum kan ik me voorstellen, daar horen resultaten, KPIs, whatever. Langs welke meetlat leggen jullie content? Content die we nu maken baseren we heel vaak ook gewoon op eerdere successen. Dus we hebben ook een tv-programma gehad, Welkom aan Boord. Dat was RTL. Ik durf geen nummer te noemen. RTL was het. Eén van de RTL. Eén van de RTL-programma's. Waarbij durf je geen nummer te noemen, leid niet weten. Inderdaad. Ja, jij bent geen doelgroep. waarbij we eigenlijk ook gewoon onze crew volgden. Ja. En je merkt dat altijd wel een heel belangrijk thema, of een heel interessant thema is. Omdat mensen die aan boord komen, die maken natuurlijk maar een bepaald stukje mee van die reis. Maar als je het cabinepersoneel en ook de cockpit, dat krijgt heeft een briefing vooraf. Die melden zich natuurlijk ook aan. Die maken hele andere dingen mee dan jou als passagier. En dat zijn dingetjes die we daar ook in meenemen. Maar waarom? Waarom we dat doen? Ja, in plat Nederlands, wat levert het dan Transavia op? Verkoop je er meer tickets door? Het is ons merkladen. En dat is natuurlijk heel erg van, wat ik zei, het menselijke aspect, die glimlach aan boord, dat is waar ons merk heel erg voor staat. Dus je zit echt heel duidelijk op branding en op merkladen. Ja, heel erg. We benaderen het ook, ik denk dat heel veel merken, als zij YouTube content gaan maken, dat het heel vaak commerciële content is. En zo benaderen wij YouTube content niet aan zich. Mm-hmm. Wat je zegt inderdaad, dat je, ik vind het heel goed om te horen dat jij in die vliegvlogs geraakt wordt en dat je inderdaad dan ook blijft kijken. Dat is het is gewoon entertainment en niet iets waarin we hebben niet iets van, oh, nou gaan we gaan dit product even laden. We gaan het heel erg vanuit merkbeleving. Wat vind jij als passagier leuk om te zien? Reisprogramma's, inderdaad de mensen achter het uniform, heel erg vanuit die human interest hoek ons merk laden. Hey, wat heb je tot nu toe gemerkt als het gaat om even nog blijven bij het YouTube verhaal. Wat zijn je lessen tot nu toe? Wat heb je geleerd in de... Hoe lang werk je bij Transavia? Bijna 2 jaar nu. Oké. Superlang al. En wat heb je allemaal al geleerd als het gaat om
Wat werkt wel en wat werkt niet? En een soort van lessons learned? Kunnen ze wat dingetjes uitpikken? Ik denk dat die lessen dan vooral focussen op influencer marketing. Waarbij we ook een x-aantal series hebben gemaakt met influencers. Maar wat we daaruit hebben genomen is dat we... een heel interessante serie, ik sta er nog steeds achter. We hebben toen als maatschappelijk thema ging het eigenlijk van... Oké, als je na coronatijd weer op reis kan... doe dat dan ook met oprechte aandacht voor elkaar. Dus leg je telefoon weg... Ga samen uit. Dat was de campagne. En daaromheen hebben we eigenlijk een contentserie bedacht... waarbij we influencers als het ware offline op vakantie lieten gaan. Mm-hmm. Maar we hebben dat heel erg gehost vanuit ons eigen kanaal. Dus het idee was om hun doelgroep aan ons kanaal te binden. Yeah. Moet je natuurlijk andersom gaan doen. Dus vanuit die resultaten hebben we dat geconcludeerd. Ja, ja. Dat je hun kanalen moet gebruiken. Precies, om die doorvertaling te maken. En niet denken dat wij... De Holy Girl hebben en die doelgroep naast toe kunnen trekken. Maar samenwerken met influencers is wel iets wat werkt. Absoluut. Dat is iets wat we ook zeker nog steeds willen inzetten de komende tijd. Mm. Maar met een andere insteek. Dus... Hey, en even puur als het gaat om... dat is misschien heel praktisch. Maar wat werkt wel en wat werkt niet als het gaat om... Want jullie werken met Team 5PM, hè? Mij hebben ze in ieder geval heel veel geleerd hoe je om moet gaan met thumbnails en met beschrijvingen. Ja. En wat heb je daar geleerd? Wat passen jullie daarvan toe? Wij werken met 5PM vooral rondom de betaalde distributie van ons YouTube-content. Dus wij merken dat er een hele grote doelgroep van ons... Wij zijn natuurlijk gewoon waar de doelgroep ook is, op YouTube. En we merken dat onze content zeker aansluit bij onze doelgroep... maar dat we hen niet altijd bereiken. Of niet dermate bereiken. Maar, ja, wij denken dat... onze content heeft dusdanig veel potentie... Mm-hmm. dat wij ook betaalde distributie inzetten. En je merkt dat heel positief werkt. Dus je pusht je... YouTube content betaald. Ja, ja, en hoe doe je dat dan? We kijken heel erg naar custom audiences. Dus bijvoorbeeld binnen de vliegvlogs nemen we ook Q&A's op met cabine en cockpit personeel. Waarbij we dus echt inderdaad gewoon vragen ontvangen van kijkers en die door hen laten beantwoorden. Er komt hele leuke interessante content uit. Mm-hmm. Maar die content zetten we dan betaald weg achter mensen die interesse hebben in de luchtvaart. In de vorm van? Hoe zet je dat betaald weg dan? Binnen YouTube advertising gewoon een custom audience. Dus dat zijn mensen die interesse hebben. Als YouTube ad? Ja, precies. Oh, ja, okay. Dat doen wij vooral als pre-roll. Yeah. Die je gewoon kan skippen. Yeah. Maar je merkt dat dat soort content... dat mensen die we bereiken heel makkelijk converteren naar een view... en ook dusdanig lang blijven kijken. Ja, we hebben echt de opdracht bij 5PM neergelegd van... Oké, onze content is goed, dat weten we ook uit onderzoek. Wordt goed gewaardeerd door kijkers, maar we bereiken onze doelgroep nog niet. En dus de opdracht die we bij hen hebben neergelegd was... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met betaalde distributie... kwalitatieve kijktijd blijven behouden? Ja, ja. En dat is iets wat we door de jaren heen nu wel echt gerealiseerd hebben. En kwalitatieve kijk, dat wil zeggen dat mensen zo lang mogelijk blijven kijken. Precies, dus niet dat inderdaad. Ze gedwongen worden van, oh, klik en ik moet dat kijken. Nee, wil ik niet en ben binnen 10 seconden. Nee, precies. Dus views zijn voor ons geen doel aan zich. Het is vooral dat de mensen die we bereiken, die interesse in hebben in de content, ook lang blijven kijken. En wie is die doelgroep? Want die is best breed, toch? Ja eigenlijk... Maar differentieer je dat dan? Want ik bedoel, een doelgroep jongeren is natuurlijk anders dan een doelgroep opa en oma die op vakantie gaan naar Spanje. Ja, op onze YouTube-content maken we echt voor de doelgroep 18-35. Okay. Je ziet wel dat ieder social media platform steeds volwassener wordt. Hetzelfde wat dat je natuurlijk ook op TikTok niet... TikTok is al lang niet meer alleen maar voor Gen Z. Nee. Dus dat zie je op YouTube ook. We hebben ook een groot gedeelte, 45, zelfs 65 plus, kijk naar onze YouTube-content. Ook middels die advertising. Dus dat is, we maken de content voor 835, maar nemen een heel groot gedeelte van onze doelgroep mee. Wat is je toekomststrategie met YouTube? Wat doe je nu nog niet, maar zou je wel willen gaan doen? Veel meer inzetten ook op YouTube Shorts. Je merkt dat we daar nog te weinig de tijd voor hebben genomen. Hetzelfde gaat voor TikTok. Verhaal aan zich, maar daar moeten we gewoon echt nog. We zijn daar vrij laat mee. Daar ben ik me ook wel als marketeer echt wel van bewust. Ja. Maar ik denk dat we daar nog steeds heel veel profijt van kunnen hebben. Want even dat zijstapje naar TikTok, omdat al die kanalen natuurlijk toch met elkaar te maken hebben. Hoe zit dat? Want ik vond wel een paar Transavia-accounts, maar het was mij niet helemaal. Nou, scan ik het, maar dat doen de meeste gebruikers. Die doen niet langer dan 3 seconden research. Ik begreep het niet helemaal. Nee, we hebben ooit hebben een.
kerstcampagne op TikTok gedraaid, een paar jaar geleden. Dat heeft mijn voortganger destijds nog gedaan. Maar eigenlijk is daar verder nooit meer naar het platform gekeken. Of, nou ja, er is niet, nou, er zijn een aantal accounts, maar die zijn dus niet allemaal van jullie, of wel? Nee, er is gewoon één Transavia-account. Okay. Dat is maar, er. Die maar dat slaapt. Claimt. Dat slaapt, inderdaad. En ik wil het heel graag ook weer optuigen. Maar we zitten ook daar weer een beetje met regelgeving. En ook de match met ons merk. We zijn in die zin, net als KLM, zijn we een vrij volwassen merk. We zijn niet meer de hoe je dat soms kan zien bij andere merken, heel jong en jeugdig en meedoen met trends, om het meedoen met trends, ja. Dat zullen wij in die zin niet zo snel doen. We hebben toch wel wat meer die legacy. We bestaan inmiddels nu 56 jaar als merk. Mm-hmm. Betekent niet dat we niet op TikTok moeten. Ik ben er absoluut nog steeds een voorstander van, maar we moeten gewoon nog goed uitpluizen wat het is wat wij komen doen op het platform. Ja. En niet zomaar dat je onze stewardessen straks een dansje ziet doen op een of andere TikTok trend, maar gewoon meer van oké, welke content kunnen we daar bieden die aansluit bij ons merk en die de kijkers ook daadwerkelijk willen zien. Hoe is het samenspel met mainstream kanalen of met, weet ik veel, e-mail of met whatever? We zien YouTube wel, het is uiteraard inderdaad onderdeel van die mix. Wat we met YouTube doen, al is YouTube wel echt een standalone kanaal. Hetzelfde zo benaderen Facebook en Instagram, zo benaderen eigenlijk ieder kanaal gewoon met een eigen contentstrategie. Dus op YouTube plaatsen we heel veel always on content. Iedere week op vrijdag om 4 uur, dus vanmiddag, komt er ook weer een nieuwe video online. En on top of komen daar ook weer andere programma's op. Wat we wel heel vaak doen is dat als er een grote merkcampagne gelanceerd wordt op bijvoorbeeld televisie, out of home, radio, dat we heel vaak ook een content doorvertaling maken. Dus in die zin is het als er een merkboodschap is die we kunnen laden, dan zoeken we daar gewoon het juiste kanaal en vorm voor. Oké. Hoe bepaal je, want dat lijkt me best lastig, hoe je budgettering bepaalt. Ja. Als ik Transavia zou zijn, van hoeveel geld stop je in YouTube en waarom? Ja, dat snap ik. Dat snap ik zeker. Ja, we kijken er vooral gewoon ook weer naar eerdere successen. Het is in die zin dat we natuurlijk als team een ieder jaar een marketingbudget aanvragen. Van oké, nou, dit zijn onze doelstellingen voor volgend jaar. Mm-hmm. En dit willen we daarmee bewerkstelligen. En dan kijken we binnen het team weer van oké, nou, hoeveel schuiven we naar ieder kanaal toe. En hoe meetbaar is het YouTube-resultaat? Zeg maar, hoe meten jullie het? Langs welke lijnen meten jullie het concreet? Nu vooral dus langs kwalitatieve kijktijd. Dus kijktijd en view rate. Dus ook hoeveel impressies behalen we en hoeveel mensen converteren zich dan door naar een view. En hoe lang blijven ze dan weer gemiddeld kijken? Dat zijn voor ons nu de belangrijkste metrics. Okay. En als laatste, dan kan ik natuurlijk heel obligaat vragen van waarom werk je zo graag samen met Team 5PM? Maar laat ik hem eens anders framen. Als je nou, het is een snel groeiend bedrijf, snel groeiend agency. Zijn er dingen die ze kunnen verbeteren? Of zijn er dingen die je mist? Of zijn er dingen, als jij nou op de stoel zat bij Team 5PM, wat zou je anders doen? Is er dan iets wat in je hoofd komt? Dat vind ik een lastige. Ik denk dat het heel interessant zou kunnen zijn om met hen te kijken wat we nog meer kunnen doen. Gewoon meer in samenspraak van oké, nou, dit is dus het vaste pakket wat we van hen afnemen. Mm-hmm. Wat on top of kan nog voor ons heel, heel interessant zijn. Ik ben in ieder geval heel erg blij met hoe we het nu gaat. En de resultaten liggen er in die zin ook echt niet om. Nee. Het gaat gewoon heel lekker. Ik ben heel erg blij met hun expertise en hun professionaliteit. Je had het niet mooier kunnen zeggen. Nou. Ja, vrijwillig ook. Hè? Ja, want ik heb je uitgedaagd. Ik heb je uitgedaagd. Boyd, mag ik je danken dat je mijn gast wil zijn. Dat je een beetje een soort insight hebt gegeven in hoe jullie bij Transavia te werk gaan met content. En heel veel plezier met wat je nog allemaal gaat doen. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een video uit de serie The Future of YouTube die ik maak met Team 5PM. En heb je geluisterd naar de podcast, dan ook dankjewel voor het luisteren. En zit je nou de video te kijken en denk van hey, dat is misschien wel een interessante serie. Want ik heb veel meer prachtige merken gesproken al in deze serie. Blijf dan heel even hangen over een paar seconden als je op YouTube zit. Een linkje naar de rest van de playlist. En denk je nou van, hey, dit is eigenlijk een tof kanaal. Ik wil hier wel meer van zien. Hieronder abonneren maak je mij enorm blij mee. En als je zit te luisteren naar de podcast, dan ook abonneren. Staat je geheel vrij, maar je maakt mij super blij. Bedankt. Hoi. We'll be right back.